vragen? Komt het er nog door? Mag ik aan de familie vragen om wat dichter te komen? Want ik heb eigenlijk nood aan iemand die perfect tweetalig is. En ik zie de dochter komen, die kan misschien wel vertalen naar Sibi. Nee, niet, dat zal moeilijker gaan. Gaat jij vertalen naar Sibi? Want de voorzitter komt niet. Sibi, proficiat. Monsieur Appers. Ik ben Freddy Appers. Monsieur Appers. De directeur d'ici. Eén van de directeurs. Nee, van mij. Presidentie van 101 jaar. Uw schoonzoon gaat wat vertalen. Il va traduire. Traduire. Niet lachen, hè, mevrouw. Nee. Doe dat niet. 101 jaar, Sibi. Dan komen wij hier niet alle dagen tegen. Voilà, het lijkt wel een regeringsmededeling. Wij gaan u niet te lang vermoeien. Ik ga dus ook de speech niet te lang maken, want vorig jaar hebben wij u al gans uw leven geschetst. Ja, we gaan dat niet opnieuw doen. Wij gaan u gewoon proficiat wensen. Zeggen dat we zeer blij zijn, ja, dat je bij ons bent. En dat we het feesten wat gewoon beginnen worden. Ja. Dus we gaan weer 102, 103, 104. Dan gaan we dat allemaal bij doen. Ja, dan hebben we hier al elk jaar een feest. Ja, tuurlijk. Je wilt nog zo soepel zijn. Als je 101 jaar complimenten geven aan een ander, dan ja. Moet je kunnen. Ja, voilà. Dat moet je kunnen, ja. Voilà. Ik kom zo expliqueren. Ja. Wat voor vuur is het als al dan? Ik wil commencer om het pas te fatigueren. Ah, bent u wel, monsieur gentil, hè? Nu, wij zijn het zo gewoon, ja, de feesten, dat we het graag nog wat rekken, want de wegen van de administratie zijn ondoorgrondelijk. En de bloemetjes die besteld waren, zijn hier nog niet. Ja. Dat geeft ons de gelegenheid om volgende week, want in de weekend werkt die winkel niet, om volgende week nog een keer een half feest te doen, want dan brengen wij u de bloemen op de kamer. Oh. En dan kunnen we u nog een keer proficiat wensen. Ja. Dat is nog een keer een dagfeest. Ja. Dus mijn excuses daarvoor, we kunnen er niet aan doen, de bestelbonnen zijn vertrokken en zo verder. Maar nog een keer, de wegen van de administratie, niet alleen in Brussel, maar ook in Lokeren, die mankeren soms al eens. Pas op, meneer. Het is uw feest, Sibi. Het is mijn feest. Nu, we gaan ook de andere mensen die hier al lang zitten te wachten, niet langer op de proef stellen. We gaan maken dat het eten opgediend wordt. We gaan beginnen met een aperitief en met een hapje. Ik wil al het personeel nog eens bedanken die hier weer heel de zaak versierd hebben. Die dag in dag uit, Sibi, u verzorgen. Dank u daarvoor, want het is ook mede dankzij hen dat jij hier nog zit en dat wij hier elk jaar, dus ook volgend jaar, het jaar daarna en het jaar daarna, opnieuw een feest gaan kunnen doen. We gaan er een op drinken en we gaan nog eens goed eten en ik hoop dat je vanavond niet te vermoeid bent, maar dat je toch nog genoten hebt van deze dag. Oké? Okay? Ja? Smakelijk allemaal en nog eens bedankt aan het personeel. Proficiat! Kijk de keer daar. Voilà! Mama! Ja, ze weet het niet meer. Meneer Rappers, quelque chose du kava ou du jus d'orange? Orange. Ik heb een ander toe. Dat is dat water met puppeltjes. Ja, ik moet rijden. Ik ben Bob. Ik heb juist nog iets zeggen. Ja? Is dat